Zo, en daar zijn we onderweg, deel 2 van de Summer Group Build Facebook coöperatie tussen ML Tips en Tricks van Marco Lievense en mijn Facebook groep TDE Plastic Modeling. En in deel 2 gaan we het hebben over het verven, de paint. En hoewel dat redelijk simpel lijkt, is het natuurlijk ook, ja. Moet het natuurlijk wel goed gebeuren. Hier zie je me beginnen. Hier gebruik ik mijn Fengda Airbrush met een 0,3 naald. En mijn primer van keuze, mijn go-to primer, is de One Shot Black van Ammo. Die werkt heel goed voor mij en een beetje go-to primer. Je zag me al de boel voorbereiden. En hier zie je me nog met handschoentjes aan. Straks geef ik dat op hoor, want die handschoentjes zaten me meer in de weg dan dat ze goed deden. Maar het zag er zo professioneel uit, à la Plasmo en je noemt ze maar op. En ik denk, ach, laat ik het ook eens doen. Maar het zat me meer in de weg dan dat het goed deed. Dus hier zie je me de basis leggen voor de verdere tank. Rustig aan de primer opbouwen. Rustig aan vernevelen. Hier deed het iets te veel spetteren. Deze airbrush mag ik wel eens wat beter schoonmaken, maar ik gebruik hem alleen voor de primer. En het is gelukkig een hele vergevende, goede levelende primer. Een hele strakke laag krijg je ermee. En nou goed, hier zie je me verder ermee gaan. En je bouwt het rustig op, lekker vernevelen, lekker rustig aan. En zo doe je dat. Je bouwt je primerlaag rustig op. Soms misschien nog wel iets rustiger dan wat je hier ziet, maar de camera laat iets meer zien dan dat daadwerkelijk gebeurt. Rustig aan even vernevelen dat je een laagje hebt zitten. Dat begint dan te pakken en daarna kun je het mooi invullen. En krijg je een hele mooie dekkende laag. En nogmaals, het is een hele fijne primer, die One Shot van Ammo. En het is echt mijn go-to primer hiervoor. Zelfs zo goed, ik heb de barrel, ondanks dat het een metalen versie is. Ik heb geen metal primer erop gedaan. Is wel te adviseren, maar ik heb het niet gedaan. En het heeft me nog nooit in de kont gebeten, gelukkig. Maar goed, dat is een ieder voor zich. Gewoon rustig opbouwen. Laagje voor laagje. En dan kom je er wel rustig aan opbouwen. En terwijl we dat aan het doen zijn, kun je de beelden ervan zien. Ik kan er weinig aan toevoegen. Het is wat het is. En de druk die ik erop heb staan is, denk ik, met dit tussen 1,5 en de 2 bar. Is vrij hoog. Maar voor de primer doe ik dat meestal wel en dan zet ik hem voor de verf zet ik hem lager in. Ja, goed, dat is de manier waarop ik het doe en ieder zal zijn eigen maniertje daarvoor hebben. Nou goed, je ziet hier hoe ik de laag opbouw en uiteindelijk zit hij er pikzwart in en dan kan ook het laatste gedeelte worden gedaan. En zo gaan we daar verder mee. En dan komt uiteraard ook de bovendeel van het chassis. Bouwen we ook weer rustig op. Eerst een vernevelend laagje. Zodat de primer iets heeft om zo verder op vast te grijpen. Je kunt wel in één keer een stortvloed eropheen doen, maar dan loop je heel erg het risico dat je dus druipers gaat krijgen, omdat het nog niet vast kan pakken en het te veel primer op één plekje terechtkomt in één keer. En dan ga je druipers krijgen. Dat werkt met de primer zo, dat werkt met je gewone verf zo. Te veel in één keer en je krijgt spiderwebs van het blazen of je krijgt druipers in de lak. Maar nogmaals, de One Shot van Ammo, ondanks dat het een acrylbasisprimer is, is heel vergevend. En heel levelend, zonder dat je daar toevoegingen bij hoeft te doen. Dus chapeau daarvoor. En
Ik heb er gelukkig een paar op voorraad liggen. Hier zie je me daar rustig verder mee opbouwen. We volgen de beelden. Dan laat ik jullie daar eventjes naar kijken en dan gaan we zo weer verder. Goed, en hier zie je het overzichtsschot. En hier zit alles in de primer. Tracks, turret, chassis, bovendek, motorplaat, sideskirts. Alles zit in de primer. En daar hebben we een mooie basis om op verder te borduren. En dat gaan we nu doen. De basiskleur, ik heb die van... Van MIG gebruikt, dat was de donkergelb, volgens mij de MIG 0010. Als ik het goed heb, nou hij verscheen net ook in beeld, laat ik zeggen dan dat het de 0010. En dit is dus de basislaag, die spuit ik wederom met de Fengda Airbrush met de 0,3 naald. Iets rustiger op de airflow, want de verf is iets dunner dan de primer. En we leggen hier een mooie basislaag.
Je zou hier tussen zou je dus ook nog een pre-shading kunnen doen door met een witte primer vlakken in te kleuren. En daardoor kun je een pre-shading opbouwen. Daar heb ik niet voor gekozen. De reden daarvoor is dus omdat ik kleurmodulatie wilde doen op deze. En dat zul je straks ook zien. Maar we bouwen voor nu eerst de basislaag op. En dan borduren we daarop verder. En dan praat ik jullie zometeen weer bij. Zo, en dan hebben we de basislaag op de belangrijkste delen zitten. Dit is wel een handig trucje voor wielenspuiten. Zo'n schabloon met allemaal ronden. Die koop je al bij de Bruna voor een paar euro. En op andere plekken ook bij de Action en zo. En dat maakt een mooie template om wielen te spuiten. En dan blijft de buitenrand mooi zwart. Wat dan het rubber imiteert. En dat is een heel handige manier om dat te doen. Er zitten tig van rondjes op tot wel 23, wat zeg ik, tot wel 36 millimeter. Dus voor ons in de modelbouw heel erg handig. En je ziet het, je lijnt het een beetje op en dan sluit je het af.
En vertrouw je eigen niet met de overspray, dan doe er omheen eventjes wat plakband. Dan komt het ook niet er doorheen. En als je dan de juiste maat hebt gevonden, je ziet me hier nog even dat goed afstellen. Dan kun je in één keer een hele rits wielen spuiten. Zonder dat je hoeft te maskeren en dergelijke. En je doet het gewoon heel rustig opbouwen. Rustig je laagjes opbouwen. En als het klaar is, is het natuurlijk klaar. En dan, je kunt altijd nog een beetje bijtippen. Maar dit is een hele handige manier. Heel snel, heel makkelijk. En ik raad dat zeker voor iedereen aan, voor alle beginners. En zo doen we dat. En als het me nou ook nog eens een keer lukt om het in de frame te houden. Met deze Steven Spielberg hier. Maar je ziet het op de achtergrond. Eventjes een momentje van rust. Eventjes rustig oplijnen. Je spreekt in één keer een wieltje heel mooi. En dan blijft de buitenrand weer helemaal vrij. Makkelijk, simpel, zeker te adviseren. Doe je voordeel ermee. En ik denk dat we dan nu langzamerhand overgaan naar waar ik het over had. Je kunt dus pre-shading doen. Ik koos voor kleurmodulatie. En in deze lijn waren er drie kleuren die donkergelb zijn. De 10, de 11 en de 12. En die zijn opvolgend lichter van kleur. Dus met de 11 begin ik met de pre-shading, of met de pre-shading, met de kleurmodulatie. Ik heb dus mijn basislaag. En nu ga ik dus met met mijn Harder & Steinbeck, daar zit een 0,2 naald in, druk wat lager. En dan ga je dus het vlakken inkleuren. Dus niet helemaal tot aan de rand, maar gewoon in de vlakken. En wat je daarmee eigenlijk creëert is een soort verweerd look en een diepteperspectief in je model. Je haalt daar al het tweedimensionale mee weg. En je creëert daarmee een dieptezicht. En dat kun je dus opbouwend doen in kleurmodulatie door achterinsvolgens dus de donkerste kleur eerst als de basislaag. Dan de middelste kleur voor dit. En dan de nog lichtere kleur voor de hele platte bovenop die het meeste zijn blootgesteld aan zonlicht bijvoorbeeld. En zo bouw je dat op. En dan aan het einde, en dat laat ik straks ook zien, dan is het dus heel licht, maar daar komen we zo op. Kijk dit stukje eventjes, dan kom ik zo weer terug bij jullie en dan praten we er even verder over. Thank you.
Nou, hier zie je dus het resultaat van die kleurmodulatie. Een model nu met heel veel diepteperspectieven erin. Maar je zou kunnen zeggen dat sommige delen te licht zijn. Maar nou komt het hele mooie ervan. Dan ga je terug naar je originele basiskleur. De originele donkergelb. En dan doe je heel lichtjes een laagje eroverheen. En daarmee blend je het geheel weer terug naar één geheel. In plaats van dat het dan drie losse kleuren, dan trekt het weer samen als één geheel. En daarmee kun je ook weer weghalen wat je zelf te licht vindt. Of het in ieder geval minder licht te laten lijken, zodat het minder baf in je gezicht is. En je ziet op het achterdek zie je een paar hele punten die erg wit lijken. Het is de lichtste van de donkergelb. En door nu de basiskleur te gebruiken, kun je dat dus blenden tot weer één geheel. En dat is wat ik hier aan het doen ben. Dus kijk daarna en dan komen we zo meteen weer terug. En dan hier zijn we aan het einde daarvan. En we zijn ook langzaamaan aan het einde van deel 2 van de Paint-versie. Sommige punten die misschien nog iets te licht lijken, die pakken we wel weer met de verwering en verdere. Hier hebben we dus de basis van het model. En
hier met de kleurenmodulatie. En de volgende keer gaan we door met de weathering. Hopelijk vond je het leuk. En vergeet niet te liken en te subscriben. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.